Voor mij is het altijd heel belangrijk geweest om meteen aan een nieuw hoofdstuk te beginnen. Om niet het gevoel te hebben van dat ik ter plaatse blijf trappelen. I wish you smiled a little funny. Not just funny, really bad. We could roam the streets forever. Just like cats, but we'd never stray. Ik heb enerzijds bewust maar één nummer over het België geschreven. Ik wou ook niet meer het meer buiten proportie blazen dan het al buiten proportie wordt geblazen door sommigen. Anderzijds heb ik het plaat wel niet toevallig Noord en Zuid genoemd. Dus zal ik ook erkennen dat deel was van de achtergrond, van de context, waarbij eigenlijk het hele schrijfproces en het opnameproces hebben plaatsgevonden. Oh, oh. Wat mij meer interesseert als songschrijver zijn de symboliek achter wat er gebeurt. En ook voor mij staat het ook gewoon symbool België, iets voor iets wat je altijd als vanzelfsprekend beschouwd hebt. Dat je denkt, dit gaat er altijd zijn, dat dan ineens wegvalt. Wat ook een aantal dingen opnieuw doet nadenken over een aantal dingen die jij als vanzelfsprekend beschouwt. I often wish that you had feathers. I'd keep you in a giant cage. All day long I'd sit and de reden dat ik mezelf heb toegelaten om daarover te schrijven, over te zingen op dit album, is omdat de complexe band tussen vader en zonen is zelfs niet beperkt tot dit gedeelte van Europa. Is denk ik iets dat universeel is. Overal ter wereld worden boeken en films aangeweid. Dus ik probeer via een heel persoonlijk gegeven een brug te slaan naar een universeler thema. En ik heb al heel vaak geschreven, en ik zal het blijven doen, over het opgroeien en hoe het is om keuzes te maken en compromissen te sluiten. En een van die dingen die daar nou mee verbonden zijn, is de veranderende band tussen mensen en hun ouders. Hoe die helemaal anders op je 15e dan op je 25e. En daarom op die manier denk ik dat er... Ja, iedereen heeft wel ooit een ouder ofwel gehad of nog steeds. Dus op die manier wou ik een groter thema aanboden. Wish you were a little slower. En die nummers ben ik bewust geprobeerd om dichter bij mezelf te zoeken. Om het meestal te analyseren bij anderen en te observeren. En ja, ik vond gewoon dat het niet meer dan eerlijk was om ook een keer mezelf onder de loep te nemen. En ik heb een aantal drijfveren proberen te achterhalen. Want voor mij hangt wel degelijk wat er gebeurd is begin 2008. Hangt wel degelijk samen met wat er in de maanden daarop gestart is met mijn muziek en met het verhaal. Ik heb me gewoon enorm nog obsessiever op die muziek gestort. Dat was toch voor de eerste keer dat ik alles, elk concert dat ze mij aanboden, als het ook enigszins mogelijk was, heb ik aangenomen. En ik heb me gewoon echt... Ik wou gewoon ja, veel, veel om handen hebben om niet te moeten nadenken over een aantal andere dingen. Ik wou daarmee open en eindigen omdat ik wil aangeven dat er een zwart randje zit aan zelfs de grootste successen van de laatste jaren. En als het enige dat ik wou doen, en uiteraard, ik denk dat het waarschijnlijk in de toekomst nog wel af en toe een nummer zal overgaan. Maar de realiteit is dat ik nog mensen zal verliezen de komende jaren. Dat is gewoon een beetje samen het leven. De meeste mensen kennen wel iemand die ze jammer genoeg veel te vroeg hebben verloren. Dus op die manier hoop ik dat er toch een aantal nummers herkenbaar worden. Thank you.